Welkom bij de Agodi Academie. Je hebt gekozen om de online cursus over onthaalonderwijs te volgen. Indien nodig kan je de opleiding altijd even pauzeren, opnieuw beluisteren, terugspoelen of op een ander moment beluisteren. We leggen je in deze cursus uit wat onthaalonderwijs is, wie in aanmerking komt voor onthaalonderwijs, welke formaliteiten je in orde moet brengen, en op welke extra werkingsmiddelen en omkadering je als school recht hebt. Wat is onthaalonderwijs? Onthaalonderwijs is onderwijs dat de taalvaardigheid Nederlands en de sociale integratie van je anderstalige nieuwkomer bevordert. Onthaalonderwijs heeft als doel je anderstalige nieuwkomer voor te bereiden op het instromen in het gewoon onderwijs en doorstroming te bevorderen in de reguliere klaspraktijk en gedurende de verdere schoolloopbaan. Onthaalonderwijs moet je anderstalige nieuwkomer ook in staat stellen op een efficiënte manier te functioneren in de klas. Daarnaast ontwikkelt het onthaalonderwijs bij je anderstalige nieuwkomer de nodige taal en andere vaardigheden om leerboodschappen te begrijpen en deel te nemen aan het sociale verkeer dat in de klas en je school plaatsvindt. Deze vaardigheden zullen je anderstalige nieuwkomers in staat stellen zich te integreren in onze samenleving. Onthaalonderwijs wordt enkel ingericht in het gewoon onderwijs. We maken een onderscheid tussen het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers en het vervolgjaar voor gewezen anderstalige nieuwkomers. Een onthaaljaar kan voor dezelfde leerling meerdere schooljaren van toepassing zijn, zolang deze leerling voldoet aan de voorwaarden van anderstalige nieuwkomers. In de praktijk duurt het onthaaljaar in de meeste gevallen echter 1 jaar. Een vervolgjaar daarentegen is altijd maximaal 1 schooljaar per leerling van toepassing. Als eerste bespreken we het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Wanneer is je leerling een anderstalige nieuwkomer? Er zijn 2 mogelijkheden. Anderstalige nieuwkomers zijn enerzijds leerlingen in het basisonderwijs die uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar 5 jaar of ouder zijn en die op de dag van de voorziene instap in je school gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden voldoen. Je leerling heeft het Nederlands niet als thuistaal of als moedertaal. De thuistaal is de taal die gehanteerd wordt voor de gangbare communicatie binnen het gezin. De moedertaal is de taal die het kind van kindsbeen af kreeg aangeleerd. Je leerling beheerst onvoldoende de onderwijstaal om de lessen vlot te kunnen volgen. Je leerling is maximaal 9 maanden ingeschreven in een school met het Nederlands als onderwijstaal. De vakantiemaanden juli en augustus worden hier niet meegerekend. Je leerling moet een nieuwkomer zijn, dit wil zeggen dat je leerling maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijft. Het vaststellen van de thuistaal of moedertaal en het bepalen of een leerling nieuwkomer is, gebeurt op basis van een schriftelijke verklaring op eer. Deze verklaring wordt gedateerd en ondertekend door de ouders of door een persoon die de minderjarige leerplichtige leerling in rechten of in feiten onder zijn bewaring heeft. De school bewaart dit document. Als school bepaal je zelf of je leerling de Nederlandse taal onvoldoende beheerst om de lessen te kunnen volgen. Daar waar nodig kan inspectie dit controleren. In je schooladministratiepakket duid je het kenmerk anderstalige nieuwkomer aan en wissel je de gegevens uit met Discimus. En naast deze eerste groep slaat de term anderstalige nieuwkomer ook op kinderen die officieel verblijven in een open asielcentrum. Voor deze kinderen blijft enkel de leeftijdsvoorwaarde behouden. De andere voorwaarden vervallen als je leerling een attest kan voorleggen van het asielcentrum waar hij of zij verblijft. De school bewaart dit attest.
Het betekent dus dat deze leerlingen in aanmerking komen voor onthaalonderwijs, zolang ze in het asielcentrum verblijven en voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden. Voor sommige leerlingen kunnen dat dus meerdere schooljaren zijn. Het schooljaar nadat ze niet meer in het asielcentrum verblijven, komen ze in aanmerking voor het vervolgjaar. Over dit vervolgjaar wordt verder in de presentatie dieper op ingegaan. In je schooladministratiepakket duid je ook voor deze leerlingen het kenmerk anderstalige nieuwkomer aan en wissel je de gegevens uit met de Skimmes. Heb je in je school anderstalige nieuwkomers en wil je hiervoor financiering of subsidiëring bekomen? Je zal in de eerste plaats een voldoende aantal anderstalige nieuwkomers moeten hebben en aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Scholen kiezen ervoor om te tellen per school of per scholengemeenschap. Het gelijktijdig toepassen van de beide systemen mag niet. Je school kan in één en hetzelfde schooljaar niet en op schoolniveau en op niveau van de schoolgemeenschap tellen. Het is wel mogelijk dat één of meerdere scholen van je schoolgemeenschap ervoor kiezen om op schoolniveau te tellen, terwijl de overige scholen van je schoolgemeenschap op het niveau van de schoolgemeenschap tellen. Een individuele school mag beide systemen niet combineren. Tijdens het schooljaar kan niet van systeem worden veranderd. Als je kiest om per school te tellen, dan is je norm als autonome kleuterschool of autonome lagere school met slechts één vestigingsplaats op de eerste schooldag van september of in de loop van het schooljaar minimaal 4 anderstalige nieuwkomers. Heeft je school een andere structuur, met andere woorden, ben je een basisschool of heb je meerdere vestigingsplaatsen, dan ligt de norm op minimaal 6 anderstalige nieuwkomers. Is je school opgenomen in een scholengemeenschap en kies je om te tellen per scholengemeenschap, dan ligt de minimumnorm op 12 anderstalige nieuwkomers bij de start van je eerste aanvraag van onthaalonderwijs. De school moet dus het minimum aantal anderstalige nieuwkomers behalen. Je vult het aanvraagformulier in en je bezorgt dit aan het schoolbeheerteam. Een goedgekeurde aanvraag geeft je school recht op aanvullende lestijden en toelagen. Voor de volledigheid wil ik je nog meegeven dat het schoolbestuur ook voor elke anderstalige nieuwkomer een individueel werkplan moet organiseren en de verbindenis moet aangaan om de leerkrachten te laten deelnemen aan nascholing gericht op onthaalonderwijs. Als in de loop van het schooljaar het aantal anderstalige nieuwkomers dat in je school of scholengemeenschap als basis heeft gediend voor de vorige vaststelling met minstens 4 anderstalige nieuwkomers wordt overschreden en dus aangroeit, heb je recht op een herberekening en kan je uitbreiden. Let wel op, het betreft een netto aangroei. Dit wil zeggen dat je rekening moet houden met anderstalige nieuwkomers die ondertussen werden uitgeschreven. Op de volgende slide zal dit principe verduidelijkt worden met een voorbeeld. Telkens je een netto aangroei bekomt, bezorg je elke keer opnieuw het aanvraagformulier aan het schoolbeheerteam en je vult in wat nodig is. Een goedgekeurde aanvraag geeft je school recht op bijkomende aanvullende lestijden en toelagen. Hier leggen we aan de hand van een voorbeeld uit wat het principe is van een netto aangroei. In het eerste voorbeeld hebben we een school of een scholengemeenschap die op 1 september 20 anderstalige nieuwkomers telt. Tijdens de maand september worden er 4 anderstalige nieuwkomers uitgeschreven en worden er 6 nieuwe anderstalige nieuwkomers ingeschreven. Als je van de oorspronkelijke 20 anderstalige nieuwkomers de 4 uitgeschreven anderstalige nieuwkomers aftrekt en vervolgens de 6 nieuw ingeschreven anderstalige nieuwkomers erbij optelt, bekom je een netto aangroei van 2 anderstalige nieuwkomers. Je hebt dus geen recht op een herberekening.
In het tweede voorbeeld telt de scholengemeenschap op 1 september 20 anderstalige nieuwkomers. Tijdens de maand september worden in school A 2 anderstalige nieuwkomers en in school D 4 anderstalige nieuwkomers uitgeschreven. In school B worden er dan weer 5 anderstalige nieuwkomers ingeschreven en in school C ook 7 anderstalige nieuwkomers. Als je hiervan de som maakt, bekom je een netto aangroei van 6 anderstalige nieuwkomers. Je hebt dus recht op een herberekening. Hoeveel aanvullende lestijden en toelagen je als school ontvangt, verschilt bij de eerste aanvraag en wordt bepaald door het niveau waarop je telt. Tel je als school, dan krijg je bij de start 2 aanvullende lestijden, plus 1,5 lestijd per anderstalige nieuwkomer. Tel je als scholengemeenschap, dan zijn deze 2 lestijden bij de start er niet, enkel 1,5 lestijd per anderstalige nieuwkomer. Als je aanvullende lestijden worden berekend op het niveau van de scholengemeenschap, worden ze wel toegekend op het niveau van een school. Je wendt ze altijd aan in het ambt van kleuteronderwijzer of van onderwijzer. Het schoolbestuur beslist of deze lestijden worden georganiseerd in het ambt van kleuteronderwijzer en of onderwijzer. Ze kunnen ook worden toegewezen aan de directeur of de adjunct-directeur met onderwijsopdracht. Daarnaast kunnen aanvullende lestijden onthaalonderwijs gedurende het volledige schooljaar worden overgedragen, om in te spelen op het soms grote verloop van onthaalleerlingen. Bij elke herberekening van een netto aangroei krijg je per anderstalige nieuwkomer opnieuw 1,5 lestijd. Aan scholen die aanvullende lestijden voor anderstalige nieuwkomers krijgen, wordt een toelage toegekend. De toelage bedraagt 12,5 euro per volledige maand per anderstalige nieuwkomer in de periode waarin de school het onthaaljaar organiseert. Van zodra de school geen aanvullende lestijden voor het onthaaljaar meer kan organiseren, stopt ook de toelage. De uitbetaling van de toelage gebeurt eind juni van het betrokken schooljaar. De financiering of subsidiëring van aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers op het niveau van je school wordt stopgezet als het aantal ingeschreven anderstalige nieuwkomers minder dan 2 bedraagt. Op het niveau van de scholengemeenschap is dit bij minder dan 4 ingeschreven anderstalige nieuwkomers. Naast het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers bestaat het onthaalonderwijs ook nog uit een vervolgjaar voor gewezen anderstalige nieuwkomers. Gewezen anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basisonderwijs die in het voorafgaande schooljaar aan de voorwaarden van anderstalige nieuwkomers voldeden. Verder moeten deze leerlingen ook onthaalonderwijs genoten hebben. Met andere woorden, de school waar de leerling was ingeschreven in het voorafgaande schooljaar heeft onthaalonderwijs georganiseerd. Dit kunnen zowel lestijden anderstalige nieuwkomers als lestijden gewezen anderstalige nieuwkomers geweest zijn. En betekent dat jouw anderstalige nieuwkomer deze lessen onthaalonderwijs toen heeft kunnen volgen. Je bewaart in je school een verklaring met betrekking tot anderstalige nieuwkomer die ondertekend werd door de ouders. Wanneer een anderstalige nieuwkomer na het onthaaljaar van school veranderd is, dan moet jouw school bij de oude school een verklaring opvragen waaruit blijkt dat deze leerling het voorafgaande schooljaar anderstalige nieuwkomer was en een onthaaljaar in die school heeft genoten. In je schooladministratiepakket duid je het kenmerk gewezen anderstalige nieuwkomer aan en wissel je de gegevens uit met dit schemus. In tegenstelling tot de anderstalige nieuwkomers is er voor gewezen anderstalige nieuwkomers geen minimum aantal leerlingen vereist. De teldag hiervoor is altijd de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar. Vanaf het moment dat je in jouw school 1 gewezen anderstalige nieuwkomer ingeschreven hebt op deze teldag, kan je een aanvraagformulier invullen
en bezorgen aan het schoolbeheerteam. Een goedgekeurde aanvraag geeft je recht op aanvullende lestijden. Voor de opvang van gewezen anderstalige nieuwkomers wordt er voor het volledige schooljaar 1 aanvullende lestijd gefinancierd of gesubsidieerd per gewezen anderstalige nieuwkomer. In tegenstelling tot de anderstalige nieuwkomers is er voor gewezen anderstalige nieuwkomers geen toelage per maand per gewezen anderstalige nieuwkomer voorzien. Ik hoop dat ik je voldoende wegwijs heb gemaakt binnen de regelgeving van het onthaalonderwijs. Meer informatie kan je terugvinden in de omzendbrief van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Hier vind je ook de nodige formulieren terug, zoals bijvoorbeeld het aanvraagformulier. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe regelgeving? Schrijf je dan zeker in op de nieuwsbrief van Agodi of van SchoolDirect. Bedankt voor je aandacht. Via de Agodi Academie vind je ook nog heel wat andere interessante onderwerpen terug. Agodi Academie. Verbindt en versterkt.